in deze film kleurtoning op een iets andere manier. En die iets andere manier die werkt met de overvloei modus harde mix. Wat je eerst gaat doen is een kleur toevoegen. Je wil als je een kleurtoning gaat maken een bepaalde kleur natuurlijk gaan laten domineren. En dat kun je enerzijds doen door met kleuren te gaan spelen. Zoals uh, bijvoorbeeld de verzadiging in uh, het rood of in het groen veranderen. Of je kunt uh, filters toe gaan voegen. En in dit geval gaan wij een soort van filter toevoegen. Het filter wat je toe gaat voegen, dat is om te beginnen een volle kleur. En je vindt de filters hieronder. Want ik ga een aanpassingsfilter gebruiken. En daarmee kun je altijd nog gewoon dingen veranderen. En dat zul je straks ook zien. Als je hier op dat zwart-witte bolletje klikt. Dan heb je bovenin staan volle kleur. En je krijgt dan een kleurenkiezer voor je. En in dit geval kies ik een, uh, een rode tint uit. Deze rode kleur ligt nu bovenop de foto. Je ziet ook dat we twee lagen hebben: de onderste laag is de oorspronkelijke foto. En de bovenste, dat is dus gewoon de kleur die erop ligt. En dit ligt er standaard in de overvloeimodus normaal op. En als je die overvloeimodus gaat veranderen, dan gaan ook de eigenschappen van de laag veranderen. Als ik hem bijvoorbeeld op bedekken zet, dan zie je dat het eigenlijk gewoon een soort ja, rood glas wordt. Zwak licht wordt iets minder en hard licht eigenlijk iets harder. Maar de overvloeimodus die je in dit geval moet hebben, dat is harde mix. En het lijkt alsof het er niet uitziet en dat doet het in dit geval ook niet. Maar wat doet harde mix nou? nou laat ik de laag even uitzetten. Deze foto is opgebouwd uit uh, kleuren, rood, groen en blauw. En die hebben allemaal een bepaalde waarde. Als ik bijvoorbeeld kijk hierboven in mijn informatievenster en ik ga hierboven bij de wolken staan, dan zie je dat er 162 roodwaarden in zitten, 37 groen en 28 blauw. Nou, dat klopt ook wel, want dit is een stukje uit de rode lucht. Dus daar zit veel rood in. En bij het grijs, daar ontbreekt het rood eigenlijk en daar zit eigenlijk net een klein tintje blauw in. Maar de kleuren liggen vrij dicht bij elkaar en daarom oogt het ook grijs. Mijn kleurvulling die bevat eigenlijk bijna alleen maar rood. Als ik even de onderliggende laag uitzet, je ziet 190 punten rood en 28 van groen en van blauw. Dus daar zit hoofdzakelijk rood in. Nou, wat doet die harde mixlaag? Die telt het er eigenlijk gewoon bij op. En daarmee kom ik dus boven de roodwaarde van 255 uit en dat knalt er echt gewoon als rood uit. En dan gaat er ook nog op een bepaalde manier mee om als het niet boven een bepaalde waarde komt en dan wordt het gewoon zwart. Dus dat verklaart de zwarte stukken in de foto. Het is uh, misschien te gedetailleerd om hier uitgebreid op in te gaan en dat zal ik ook gewoon niet doen. Maar dit effect kun je hier nou iets mee? Nou, zo op het eerste gezicht denk je misschien van niet, maar in de praktijk wel degelijk. Want je kunt dit effect ook gewoon verzachten. Je hebt hiernaast namelijk twee waarden staan. Een waarde dekking op 100% en een waarde vul op 100%. En dekking bepaalt hoeveel de laag aanwezig is. En vul doet ongeveer ook zoiets, maar werkt net iets anders. Ik heb al een keer het verschil uitgelegd tussen dekking en vul. Kijk even bovenin dat filmpje. Maar in dit geval, als je aan de dekking zou trekken, gaat er weinig veranderen. Je ziet, het wordt wel lichter. Maar ik blijf onderin die lelijke vlekken houden. Als ik daarentegen aan de vul trek. Dan zie je dat die blokjes wel verdwijnen. En dat ik dus eigenlijk wel een beetje. Ja. Met een mooi verloop bezig ben. En als je dat terugschroeft naar ergens tussen de 15 en 30 procent. Dan heeft dat best een effect. Ik vind het nog net iets te veel. Dit vind ik wel aardig. Het laat mijn lucht er gewoon nog veel harder uitspringen. Maar ik vind het eigenlijk op de weg niet mooi. Ik wil de lucht wel rood hebben. Maar ik wil eigenlijk de rest, ja. Deze kleur ben ik ook niet helemaal wild van. Maar ik wil daar een andere kleur op hebben. En dat gaat heel prima. Ik heb bij mijn kleurenvulling ook nog een masker staan. Dat is dat witte vierkantje. En als ik dat nou selecteer, dan komen daar hoekjes omheen. En als ik dan inzoom bovenin op de lucht. en ik pak gewoon een kwast. Ik maak hem ietsjes groter en ietsjes harder. en ik zorg dat zwart mijn voorgrondkleur is. En waar ik dan met zwart verf, daar wordt het rode effect niet toegepast. Nou, je zult begrijpen dat het vrij secuur komt om dit netjes uit te maskeren. Dus we gaan hier even wat sneller doorheen. Maar wil je het goed doen, dan moet je hier gewoon voor gaan zitten. Ik heb nu even vrij snel, maar ook wel een beetje slordig, de contouren van de skyline uitgetekend. Kan ik dus de rest daaronder zwart gaan maken. En ik ga alleen mijn masker tonen door de alt ingedrukt te houden en op het masker te klikken. En wat ik dan doe, ik ga gewoon heel simpel wat meer zwart bijverven. Sterker nog, daar pak ik een potlood voor. Die hebben altijd een keiharde rand. En als ik zo langs mijn zachte lijntje ben geweest, dat gaat te ver. Ik doe het even opnieuw. En als ik zo langs mijn zachte randje ben geweest, dan kan ik dadelijk gewoon vrij snel met een emmertje het geheel vullen. Eventueel gebruik je de haakjes toetsen om het formaat van je kwast aan te passen. En vervolgens ga ik met het emmertje hieronder gewoon alles vullen met zwart. Nou, er zitten nog een paar kleine stukjes in. Maar het klopt op zich wel aardig. Klik ik weer op het oogje hier om alles zichtbaar te maken. En nu zie je dus dat er een masker is waarin de lucht wit is, daar wordt het toegepast. En waar het zwart is, daar gebeurt niks. En als ik het uitzet, dan zie je dat het ook alleen effect heeft op de lucht. Nu wil ik toch iets gaan doen op de straat. En dat doe ik heel makkelijk. Ik ga nog een kleurenvulling maken met een masker. Uh, maar eigenlijk allemaal precies het tegenovergestelde. En de makkelijkste manier om dat te doen is eigenlijk deze aanpassingslaag te dupliceren. En dat doe je of met de sneltoets Ctrl J. Of je klikt er met rechts op en kiest daarvoor laag dupliceren. Een nou, naam, dat geloof ik wel. Dus ik klik op OK. En mijn effect wordt nog een keer toegepast. En dat klopt, want ik heb wederom een rode kleur lager bovenop met hetzelfde masker. Maar als ik nu bijvoorbeeld eens een andere kleur selecteer. Laat ik een groen tint pakken. En ik selecteer vervolgens mijn masker. Dan kan ik mijn masker in één keer omdraaien. Want in mijn masker is alleen de lucht wit. Dus daar wordt het toegepast. Maar ik wil het nou omdraaien. Ik wil het overal behalve de lucht. Je kunt het masker heel eenvoudig omdraaien, oftewel inverteren met de sneltoets Ctrl-I. En je ziet in mijn masker mijn lucht wordt zwart en de rest wordt wit. En je ziet ook in de foto dat het groene effect eigenlijk gewoon op de foto wordt toegepast, maar niet in de lucht. Je kunt dubbel klikken op de kleur. En dan kun je hem eventueel nog aanpassen naar iets wat jou beter bevalt. En ik vind dit wel een aardige combinatie. Laat ik nog even de oorspronkelijke laag zien door de Alt ingedrukt te houden en op het oogje van die laag te klikken. En dit is wat ik er uiteindelijk van heb gemaakt. Nou, de contrasten zijn veel harder. De foto is ook veel verzadigder. Eventueel kun je dat harde contrast nog een klein beetje veranderen met een nieuwe aanpassingslaag Curve. En in plaats van een S te maken die je gebruikt voor het contrast verhogen, doe je het in dit geval andersom. En gebruik je er eentje met een omgekeerde S om het contrast te verlagen. Dat laat eigenlijk net een klein beetje meer detail in de randen zien. Want daar zit wat vignetering in en loopt die snel dicht. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei!